Leiden. Een stad in beweging, door de eeuwen heen. Met een rijke geschiedenis die je voelt op elke hoek van de oude binnenstad. De smalle steegjes met hun pittoreske winkeltjes. Met een ziekenhuis van internationale faam, de wereldberoemde Sterrenwacht. En de oudste universiteit van Nederland. Met spraakmakende architectuur en ruimte voor eigenwijze woningen. Ja, ik vind Leiden fantastisch. Ik woon hier nu 20 jaar. Ik ben zeker 25 keer verhuisd door het hele land heen. Maar Leiden is uniek. Er is niets mooier dan Leiden. Een wereldstad achter de Hollandse duinen. Waar het goed wonen is. Maar de vraag is enorm. Koopwoningen zijn voor velen onbetaalbaar. Huurwoningen nauwelijks beschikbaar. Aan de rand van de binnenstad, langs de Willem de Zwijgerlaan, bedacht architect Nanne de Ru een ambitieus nieuwbouwplan. 3 woontorens met 560 appartementen, waarvan er 1 het hoogste gebouw van Leiden wordt. Ja, ik vind het essentieel dat het woningen zijn die voor iedereen toegankelijk zijn. Dat dat niet woningen zijn alleen voor de rijken, of in die zin een woning alleen voor de sociale klasse, maar juist woningen voor iedereen. En dat voel ik heel sterk als een passie. De ambitie van dit woonproject reikt ver. Het is duurzaam, houdt rekening met het milieu en is vrijwel energie-neutraal. Met de mogelijkheid van horeca en wijkvoorzieningen in de plint van het gebouw ontstaat een bruisende plek waar Leidenaren elkaar in een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontmoeten. Kijk, wat er nu staat is natuurlijk een beetje treurig. Dus het is een enorme kans om dan iets heel goeds terug te zetten. Maar dan moet het wel iets zijn wat ook voor de lange termijn, ook voor de toekomstige generaties, echt een waardevolle plek is.